We zijn er nog niet klaar voor om het malaria-vaccin te gebruiken. Dit laat Maureen Wijngaarde van Dijk, onderdirecteur medische zaken van de medische zending, weten aan de STVS Nieuwsdienst. Een van de redenen is dat er nog te weinig gevallen van malaria worden geregistreerd in Suriname. Hierdoor bestaat er geen noodzaak om het vaccin toe te dienen. Voordat je het kan toedienen, zijn er heel veel andere dingen. Onder andere geld, maar ook de noodzaak ervan die je moet klaar hebben. Helder hebben en je moet het ook voor handen hebben. Dus we zijn nog niet zo ver dat we dat vaccin willen gebruiken in Suriname. In oktober heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO het vaccin tegen malaria goedgekeurd. Dit nadat het werd getest op 800.000 kinderen in Ghana, Kenia en Malawi, landen waar er grote uitbraken zijn. Echter, het malaria-vaccin blijkt voor slechts 30% effectief. Dit is ook een reden waarom het niet geschikt is voor Suriname, legt Helene hier wat uit. Daarom wordt het met name ingezet in gebieden met hoge incidentie. Want als je hoge aantallen hebt van cases van malaria, dan ook al is het vaccin niet 100% effectief, dan toch heeft het een impact op de totale malaria voorkomen. Voor Suriname is dit niet van toepassing. Onder andere hebben we hier nationaal de falciparum en malaria reeds uitgeroeid. In 2018 hebben we de laatste case gehad. Verder hebben wij geen hoge incidentie en komt de malaria met name voor in volwassenen en jonge kinderen. Dus dit is voor ons niet iets dat we kunnen gaan inzetten voor de malaria met terrein. Er is al langer dan 3 maanden geen uitbraak geconstateerd in het zuiden van Suriname. Sporadisch worden er wel individuele gevallen geregistreerd. Het zou dan vooral gaan om importgevallen.